Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag een Ayam Bumbu Bali maken. Het is een Bumbu Bali van kip. En ik begin natuurlijk met de bumbu. En ik adem af en toe zwaar. Dat komt omdat ik best wel last heb van mijn COPD vaak. Maar goed. Voor de bumbu, wat gaat erin? Vier shallotjes. Mag natuurlijk ook twee uien hebben. Of gebruiken. Heb 5 teentjes knoflook. Een stukje verse gember. Mag natuurlijk ook poeder gebruiken. Ik heb 4 kemirinoten. Die heb ik eerst gepoft. Die kan er ook in. En er komt een kwart blokje trassie bij. Kwart blokje trassie. En ik heb 4 rode pepers. Even kijken, want ik heb het receptje naast me liggen. Omdat ik wel eens dingen vergeet natuurlijk. Er komt een half theelepeltje lauwers bij. En dan kan de boemboe fijn gemaakt worden. Als je het fijn gemaakt hebt en het is naar je wens, dan ga je de boemboe aanfruiten. Ik had er wat meer rode pepers in kunnen doen, eigenlijk. Maar ik doe er gewoon nog 2 lepels sambal oelek bij. Je kunt natuurlijk ook alleen sambal oelek gebruiken. Of alleen pepers, of net zoals ik, een combinatie ervan. Dat je zelf makkelijk vindt. Doen we nog een klein beetje zonnebloemolie bij. Dan komt het bij een laurierblaadje. En ik heb wat limoenblaadjes. Die gaan er ook bij. Dan ongeveer 2 eetlepels ketchup mayonaise. Palmsuiker. Ik heb het van die schijfjes, ik doe er een halve in. Dat is ongeveer 25 gram. Die palmsuiker heb je ook vloeibaar. Dat is natuurlijk nog een stuk handiger. Je hebt het ook wel een beetje fijn gemaakt. Komt er ook bij. Dan een halve theelepel tamarindepasta. En als je dat niet hebt, dan doe je een scheutje citroensap. Dan komt er bij een eetlepel tomatenpuree. Of 2 theelepeltjes. Zout doe je natuurlijk gewoon naar smaak. En hierbij komt de kip. Je kan de kip er rauw bij doen. Maar ik heb hem natuurlijk voorgebakken, want ik weet niet, ik vind het rauw erbij of niet altijd. Het zit me eigenlijk nooit. Ik heb het vuur wat lager.
is nog niet helemaal gaar, maar goed. Dan laat ik de kip ongeveer 5 minuten pruttelen met de deksel op de pan. Misschien wat langer en ik draai hem af en toe even om. Goed, ik heb de kip 5 minuten laten pruttelen. Dan doe ik er een klein beetje water bij. En dan ga ik de kip verder gaarstoven. In de saus indikken. Ik laat hem zelf ongeveer nog een kwartiertje verder pruttelen. Totdat mijn kip helemaal gaar is. En zoals altijd maakt het gerecht natuurlijk ruim van tevoren, zodat de smaken er goed in kunnen trekken. En ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. Bedankt voor het kijken. Dit was I am Boemboe Bali. En tot de volgende keer.